Hallo allemaal. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik aquareleer en dan bloemen inkleur. Ik doe heel vaak lives, maar ik vind inkleuren via de live vind ik altijd een beetje saai voor jullie. Ik heb besloten om een video te maken in twee gedeeltes. Dus vandaag ga ik laten zien hoe ik de bloemen inkleur. En dan ga ik daarna de kleuren uitzoeken die ik gebruikt heb. En dan ga ik een achtergrond maken en dat laat ik jullie dan in een andere video zien. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig met me mee. Even spieken. Ja, alles is in beeld. Wat heb ik gebruikt? Nou, ik heb gebruikt vandaag voor de bloemen Strathmore Mixed Media Papier. En dat is de gele blok. En die is 190 grams. Waarom 190 grams? Omdat ik dat kan knippen. Ander papier is dan te dik. Ik gebruik ook heel vaak de schelling, maar dat is dan te dik. Dus dat gebruik ik voor de achtergrond. Maar voor dit gebruik ik dus deze. Dan leg ik hem even aan de kant. Dan heb ik die dus, ik weet niet of jullie dat kunnen zien zo. Even meespieken. Zo kun je wel een beetje zien. Die heb ik geëmbost. En wat doe ik dan? Ik doe met een antistatisch... hoe noemt het? Kussentje. Papier antistatisch maken. En dan stempel ik. En ik heb het in dit geval gedaan met de Incon 3. Clear embossing en watermarkt inkt. Dus gewoon embossing inkt. En ik heb gebruikt daarvoor de Wow Opaque Bright White Regular. Dus witte embossingpoeder. Nou, dan heb ik gestempeld, want jullie kunnen daar zo nog niet zo goed zien. Een stempel van de Just Loo Line. En dit kijkt een beetje raar, maar dit heb ik afgeknipt, omdat het anders niet in mijn bakje past. De stamp JL05 is dit. En dit is van de nieuwe Just Loo Line. Dan heb ik nodig penselen. En ik heb er twee klaargelegd. Ik heb er nummer 6 klaargelegd. En nummer 10. En dit is een Kolinsky en dit is een Royal Talents penseel. Maar die nemen gewoon heel veel water op. Dus ik ga even kijken wat ik daar nodig heb. Dan heb ik een porseleinen schaaltje. Is heel fijn voor verf. Ik heb een stukje keukenpapier. En ik heb twee bakjes water. Eén voor schoon water en één voor vuil water. Deze even aan de kant. En ik heb gekozen voor Daniel Smit verf. Je kunt dat met meerdere soorten verf doen. Maar ik heb gekozen voor Daniel Smit verf. Die heb ik in tubetjes gekocht. En die heb ik hierin gedaan. Zodat ik, moet een beetje in beeld blijven natuurlijk. Dat is wel makkelijker. Dus deze kleurtjes heb ik er alvast van. En hier ga ik mee werken vandaag. Ik ga alleen even kijken welke kleurtjes ik zal gaan gebruiken. Maar dat komt wel als ik bezig ben. Ik heb de bloem 4 keer gestempeld. Mocht het mislukken, dan heb ik er altijd nog. Want ook bij mij gaat het niet altijd goed. En ik pak het kleinste penseel. Daar ga ik eerst mee beginnen. En dan maak ik even goed nat. Ik doe dat dus in het schone water. Nu is het allebei nog schoon, maar... Dan doe ik even het hart van de bloem. Dit is best een dicht hart. Maak ik even goed nat. En dan ga ik even kijken. Ik doe even geel. Zorgen dat het een beetje allemaal in beeld is. En ik moet altijd een beetje opstaan om te kijken of dat het is. Ik doe in een schaaltje dan dat geel. En dan maak ik best wel nat. Kijk, dan kun je hier gelijk zien dat hier niet zo heel veel papier zit en meer embossingpoeder. Dat maakt niet zo heel veel uit. Want daar kun je dan het verloop niet zo goed zien van dat water... Ik pak ook nog een beetje
bruin. En het is te nat. Kijk, dan zie je, hier zit heel veel witte embossing. Dus ik denk dat ik het dadelijk op het laatst nog even kijk of dat nog donkerder moet. En dan ga ik even een kleur kiezen. Even kijken, Maya Red of zak paars doen. Dat is ook wel leuk, hè? Even kijken. En dan haal ik hier gewoon uit een bakje. En dat doe ik hierin. En ik pak nu de lichtste kleur. En je moet best wel wat kleur oppakken. Dus het schaaltje mag best wel wat vol zitten. Je hoeft dat daarna ook niet weg te gooien. Je kunt dat altijd gebruiken. Alleen heb ik hem straks schoongemaakt voor de video. Nou, wel even tussendoor de kwast in het vuile water even afdoen. En dan ga ik schoon water pakken om die pagina nat te maken. Die moet ook goed nat zijn, dus het blad moet goed nat zijn. Kijk, zie je, daar gaat die mooi lopen. Je kunt eventueel ook nog een beetje zelf meebewegen. Dan zie je al meteen waar het droger is. En je kunt het nog een beetje met het penseel bewerken. Wat ik dan altijd heel verstandig vind is om het een beetje te draaien. En niet dit blad te pakken, maar het volgende blad. Waarom? Dan loopt het niet in elkaar over. Kijk, nu zie je dat er geel een beetje mee komt, maar dat vind ik dus niet erg, want dat is dus weer aquarel. Goed nat. En laat het paars maar weer lopen. En dus weer een beetje gaan bewegen. Als je denkt van nou, hier wordt het donker en daar is te weinig. Gebruik dan je penseel ook een beetje weer om te spelen. Even schoon water weer. Dan ga ik naar een volgend blad. En het jammer van deze bloem vind ik dat het hart eigenlijk te licht is. Dat er te veel embossing poeder in zit. Dat het niet zo duidelijk naar boven komt. En zo doe ik even blad voor blad. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik maak het dus echt goed nat. Er ligt echt water bovenop. Oh. Dat was verkeerd. Het verkeerde bakje water. Nou, deze is nog niet droog, dus ik ga even kijken welke dan kan doen. Pak ik deze. Het hoeft ook niet echt kurkdroog te zijn, maar het is altijd wel fijn dat je even rekening mee houdt dat het nog in elkaar over kan lopen. En ik zal aquarelleren is ook wel weer dat dat weer mag, maar het mag een beetje speels zijn.
Dus alleen altijd wel even opletten dat je het goede bakje water pakt. Is dit nog een lichte kleur, dat zal niet zo heel erg zijn. Maar als je een donkere kleur hebt, dan valt dat wel heel erg op. Het mooie is, laat de kleur maar gewoon zijn eigen werk doen. Ik doe tussendoor spieken. Of dat ik nog steeds in beeld ben. Even kijken. Nou, dan gaan we toch naar deze. Want hier zitten kleine randjes. Mooi, ik vind dat zo mooi dat dat zo mooi wegloopt. En een stukje keukenpapier hiernaast is ook heel belangrijk natuurlijk. Tussendoor even dat penseel schoon te maken. Dat is dus niet meer genoeg. Ook even goed rekening mee houden hoe de bladeren lopen. Want dit hangt hier overheen, dus dan is die onderkant hier weer wat donkerder. Hè? En je hebt er ook niet heel veel controle over, hoor. Dus je moet het ook wel een beetje loslaten. Hoe meer verf je erin doet, hoe donkerder dat je wordt. Ik ben elke keer wel geneigd om... toch het water in het verkeerde bakje te pakken. Dit zijn kleine stukjes, dus die hoeken is het donker. Kijk, het embossingpoeder is ook bedoeld om het lopen van die verf, zeg maar, van de acrylverf tegen te houden. Dat gaat niet buiten de lijntjes door die embossingpoeder, omdat het een opstaand randje is. Het is geen rood randje, maar het is wel een opstaand randje. Voor het grote blad, dan heb je wel meer water nodig. Ik zal, dit is de eerste kleur, dus er komt dadelijk nog wel meer kleur in. Kijk, deze loopt helemaal door. Dit is ook iets wat ik eigenlijk liever nooit meer live doe, omdat dat eigenlijk best wel lang duurt. Het is niet zomaar inkleuren, is altijd, het duurt altijd wel langer. Kijk, een achtergrond maken duurt vaak niet zo lang en je doet wat meer verschillende handelingen. En veel mensen willen toch het inkleuren en het kleuren van dingen, hebben ze gevraagd. Toen ik dus vroeg van wat willen jullie graag zien?
Ja, toen waren dit wel een van de dingen die er veel bij stonden. Dus ik dacht, nou weet je, dat is altijd wel fijner om het in een video te doen. Dan dat je het live doet. Vind ik tenminste, want ik heb dan altijd, als ik het live doe, dat ik dan niet, ja, jullie niet genoeg laat zien. Of, het hoeft bijna niet zo donker te zijn. Kijk, dan heb ik alle bladeren één keer gedaan. En dan zie ik dat ik hier een beetje buiten het randje ben. Dat geeft niks in dit geval, want ik ga hem toch knippen, maar ik kan hem zelfs nog wegpassen. Nou, dan pak ik een tint donkerder. En dan ga ik voor de Imperial Purple. Dan ga ik even mijn schaaltje, zodat ik niet de verkeerde pak. Net had ik de Ultramarine Red. En dan ga ik voor de Imperial Purple. Je ziet ook wel dat hij wel wat donkerder is, toch? Nou, kijken wat hij nou doet. En het is ook wel heel belangrijk dat je goed papier gebruikt. Ik gebruik ook heel vaak het Terschelling glad. Dat vind ik zelf heel fijn. En ik heb nog een ander papier, maar ik weet zo uit mijn hoofd niet hoe het heet. En dan kun je in Nederland ook heel slecht aankomen. Maar dat gebruik ik echt voor mijn schilderijen. Want dat is echt heel erg duur. Vind ik voor dit dan weer zonde. Maar je moet wel zorgen dat je een beetje een redelijk aquarelpapier hebt. Kijk, dan zien jullie, hier hoef ik het niet meer nat te maken, want door het water wat er in mijn penseel zit, en omdat het nog niet allemaal droog is, loopt het toch nog goed door. Vooral de stukken die ik nog maar net gedaan heb. En anders doe je er gewoon wat water bij nog. Zoals ik nu doe. Hier hoef ik niet heel veel inkt te gebruiken of verf te gebruiken, want dan wordt hij te snel donker. Dus ik zet hier ook maar hele kleine stipjes neer. En het is natuurlijk, wat vind je zelf mooi? Daar blijf ik altijd maar op hameren. Dat is het belangrijkste. Als je zelf tevreden bent, dan is het helemaal goed. Kijk net. Beetje schoon water, dat hij nog hier wat, omdat dit een grote blad is, wat verder doorloopt. Maar ik wil hem niet te donker hebben, ook hier onderaan niet. Deze is nog vrij nat. Kijk even of dat ik nog andere bladen heb die ik nog niet gedaan heb. En binnen beeld blijven, maar ga. Ook wel verstandig. Dit heeft me allemaal een heel klein beetje nodig. Maar ik wil nooit van die harde randen erin hebben zitten. Dus ik, vooral op die kleine gedeeltes is dat wel moeilijker. Nou, toch nog terug naar deze.
is heel schoon, schoon water. En wat water erbij, zodat hij wat wegloopt. Zien jullie al dat die kleuren ook gaan spelen? Hier zit ook wat roze in. Ik zie hier ook dat ik toch wel ver van de rand af ben. Maar goed, daar kan ik altijd nog wat kleur bij zetten. Ik weet niet of het voor jullie goed te zien is, maar er zit echt wel er zit een beetje een roze gloed erin. Dat is vooral in die Imperial Purple. Nou, dan ga ik nog even kijken van wat is nou mooi erbij. Ik denk dat die Quana Citroen Purple er ook wel mooi bij is. Dan ga ik mijn schaaltje weer even draaien. Zo erg, erg gaaf uit. Dus die ga ik ook nog. Oh, kijk, zie je? Oh, heerlijk. Wel makkelijk, ik heb een bakje hier staan en dat is een beetje het randje waar, van waaruit de video in het midden staat. Kijk, dit vind ik echt wel gaaf. Ik moet nog even een beetje water geven. Hier ben ik wel heel blij mee met deze kleur. Hier moet niet te veel. Ik zie hem, dan loopt hij meteen donker. Het is ook maar net hoe dat uitvalt soms, hè? Soms denk ik, dit past wel heel goed bij elkaar en dat werkt niet. En deze winkel is helemaal geweldig. Even een beetje in het hoekje. Even een beetje. Kijk, met die donkerkleur kun je wel, want hier zit ook heel veel embossingpoeder. Allemaal van die stipjes. En als je dan die donkere kleur een beetje in die stipjes doet, dan valt dat wel beter op. Ga ik daar met dat midden ook nog even doen. Ja, ik vind het wel heel erg mooi. Moet ik zeggen. Een beetje raar natuurlijk om zelf te zeggen. Maar nogmaals, ik ben wel iemand van als je er zelf blij mee bent. Dat is het belangrijkste. Dit is weer een groot blad, dus dat mag weer een beetje meer hebben. Maar ik wil geen stakranden, dus ik laat het dan ook weer met wat water wegvloeien. Had ik eigenlijk niet meer gehoeven. Die zit al donker genoeg in. Hier heb je ook een trosje van die witte stipjes van de embossing poeder. Daniel Smit verf heeft ook heel veel pigment. Ik heb, ben wel liefhebber van deze verf en ook van de Winsor & Newton. Die heb ik ook. En die vind ik zelf ook helemaal geweldig. En combineren ze ook wel eens bij elkaar. Dus dat kan ook allemaal. Helemaal geen probleem.
even spieken. Nou, gaat nog steeds goed. Ja, ik doe nog niet zo heel lang via de telefoon filmen. Ik had al de webcam, dus die heb ik nog steeds. Maar dat ding heb ik in een boze bui van de muur afgeschroefd. Omdat die een update gaf en ik zo'n verschrikkelijk beeld had. Toen ben ik boos geworden. Ik dacht, nou is het klaar. Dus nu film ik via de telefoon. En dat is toch wel even wennen als je altijd eigenlijk gefilmd hebt en dan je eigen gewoon kunt zien op je beeldscherm. Dan zie je precies of je nog in beeld bent, wat je doet. Nu ben ik een beetje afhankelijk van de telefoon die boven me hangt, of dat wel goed gaat. Maar ik moet zeggen, ik ben wel heel erg tevreden over het beeld zelf. Dus dat was het belangrijkste punt waarom ik die webcam van de muur had geschroefd. Heel kleine puntjes. Ik wil echt ook hier ook wel wat donkerder erin hebben. Moet niet te veel zijn. Dan valt het meteen op dat het hart van de bloem toch wel erg licht is. Het is veelal ook deppen met je penseel. Deze nog vrij nat is. Deze penselen hebben wel heel veel water nemen die op, dus blijft heel veel water in het penseel zitten. Dat kun je wel zien als je mijn keukendoek, ik weet niet of jullie dat net in beeld hebben, maar als je dat keukenpapier ernaast me ziet, dan zien jullie wel dat ik heel veel water elke keer ook afveeg. Nou, dan ga ik toch nog even terug naar deze, want die mogen bij mij toch nog wat donkerder. Ook nog een beetje. Dan ga ik even kijken of dat ik dat gele nog wat donkerder kan krijgen. En dan ga ik even naar de Burnt Umber. Ja, dan pak ik een beetje azo yellow bij. Dan meng ik hier een beetje. Wel natter. Kijk, daar is het nadeel, dit loopt niet. En waarom loopt dat niet? Dus ik ga hem gewoon een beetje hier tegen het paars aanzetten. Dan loopt het een beetje in het paars. Het loopt niet omdat het te dicht is met de embossingpoeder. Er zit te weinig ruimte in. Dus dan blijft gewoon de verf, dat zien jullie ook wel, blijft er gewoon ophangen. Om toch dat beetje geel dan duidelijk te krijgen, laat ik het tegen het paars aanlopen. Dan loopt het in het paars weg. Dan maak ik weer even mijn penseel schoon en dan ga ik naar de gele toe. Dan maak ik weer even heel erg nat. Dan wil ik een klein beetje ook weer dat bruin erbij. Het is te fel geel naar mijn zin. En dat meng ik dan gewoon in het bakje. Kijk, wat ga ik nu doen? Ik ga nu een beetje tegen de andere kant aan zetten. Niet te veel, het is donker. Dus dan ga ik aan de buitenkant van de bloem.
Kijken we van de heel zetten. Ook nog een buitenkantje. En als het straks opdroogt, dan kijkt het nog weer anders. Jullie zien hier al dat er heel veel van dat geel van het hart naar beneden is gelopen. En dat komt omdat het blad is op gaan bollen. Dus nu kan ik kan het zelfs nog een beetje terug halen. Dus ik ga even een beetje verf gewoon weg. Maar dat is het nadeel dan weer van 190 gram papier. Dus dan bolt dan natuurlijk wel meer als dat het dikkere papier doet. En wat ik nu aan het doen ben is ook meer mixed media. Hè? Dat is niet perfect inkleuren. Zoals ik de meeste tijd doe. Dus echt heel strak. Maar omdat ik hier een art journal pagina wil maken, vind ik dat dan ook niet zo mooi. Er mag voor mij best af en toe een keer een pagina tussen zitten met wat gruncher bloemen en stukjes. Ik vind alleen nogmaals, de hart van de bloem is hard voor dit. Kijk, als ik zeg van nou, ik vind hem hier nou tegenover de rest te donker. Je penseel plat houden en je haalt het weer wat weg. Dus gewoon met schoon water. Dan kan je dit nog een beetje laten lopen. Kijk, tot nu de donkere kleur heb. Zet ik er toch nog een beetje tegenaan hier. Tegenreageren. Dan ga ik een beetje kijken van wat mis ik waar nog. Het donkere mag op sommige plekken toch nog wel wat terugkomen. Zolang het nat is, ja, ook als het droog is, hoor, want dan kun je ook gewoon, want je maakt het zelf weer nat. Maar als het al nat is van zichzelf, dan gaat het net iets makkelijker. Nou, dan moet ik hem even stopzetten. Oh, nou. Nou, ik werd even onderbroken door de telefoon. Dus nu moet ik even kijken hoe dat opgedroogd is. Even kijken, want ik had heel snel mijn penseeltje weggelegd. Kijk, dan vind ik hier te vlekkerig. Dus dan ga ik even weghalen. Dat blijft dan bovenop dat
een bossenpoeder hangen. Even nog wat geel erbij. Dat is een heel klein beetje bruin. Klein stukje aan de randjes nog. Dit loopt nu niet meer weg, omdat ik zeg al, als je er van je werk af bent, dan is het niet meer nat. En ik moet ook zelf een beetje leren om het los te laten en niet aan de gang te blijven. Want dat is wel een eigenschap van mij die minder is. Want ik blijf altijd wel iets zien. En dan komt ook wel dat ik natuurlijk altijd op een andere manier ingekleurd heb. Dus echt heel secuur ingekleurd heb. En dan blijf je eigenlijk altijd iets zien. Mixed media is ook echt loslaten. Dus... En dat loslaten is gewoon het lastigste. Daar heb ik echt heel veel moeite mee gehad. Een beetje binnenblaadjes niet vergeten. En zo kan ik eigenlijk wel altijd heel lang doorgaan. Dat moet ik niet doen. Ik draai mijn werk ook regelmatig. Dit wil ik dus nu 4 keer gaan doen. Of 3 keer. Eigenlijk 3 keer, want ik had er maar eentje voor reserve gemaakt. Ik dacht, stel dat ik er dan eentje niet mooi vind. Eigenlijk slaat er nergens op, want mixed media is eigenlijk altijd goed. Maar ja, net wat ik zeg ook, ik moet er nog een beetje leren dat loslaten. En een keer stoppen. Nu ben ik er weer bezig. Ik vond die donkere kleur toch zo mooi. Het is een beetje weggegaan met dat gele. Tussendoor stoppen is ook niet gunstig, maar goed. Dus eigenlijk wel in één keer afmaken. Ik vind hem eigenlijk goed zo. En dan is het denk ik toch wel een beetje saai voor jullie om dit 4 keer gaan zitten te kijken. Dit is in ieder geval mijn resultaat geworden. Ik ga op mijn gemak er nog 2 meer doen. En dan, als die klaar zijn, dan ga ik hier mooie kleuren inkt bij zoeken. En dan ga ik een achtergrond maken. En dan laat ik die jullie ook weer zien. Ja, nou, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En misschien bij deel 2 weer. Groetjes, doei doei!